Op zondagochtend 16 maart is op deze begraafplaats in Eindhoven de 87-jarige Jo Flemmings beroofd en mishandeld. In de uitzending van april van Bureau Brabant hebben we daar al aandacht aan besteed en nu weer. Hopelijk om dit keer dat onderzoek net dat ene zetje te kunnen geven dat het nodig heeft. Maar eerst een terugblik. De Sint-Petruskerk aan de Kloosterdreef in Eindhoven. Een karakteristieke kerk in de wijk Woensel, met op het terrein ook een begraafplaats. De laatste rustplaats van vele Eindhovenaren, een plek van rust en respect. Op zondagochtend 16 maart rond 9 uur verandert dat voor Jo Flemmings dramatisch. In één keer krijg ik een klap op mijn achterhoofd zo. En die had rond mijn nek gepakt en toen op de grond geworpen. En toen pakt hij me bij mijn hoofd en mijn haren en ik klats met mijn gezicht zo op die betonnen platen. Nou, en nou, ik bloedde als een rund. Het bleef bloeden. S'avonds om 5:50 was het gestopt. Het was 9:50 morgens toen ik die klap kreeg. Alle informatie die na de vorige uitzending is binnengekomen is tot op de millimeter uitgezocht. En dat allemaal om een beter beeld te krijgen van die mogelijke dader. En tijdens dat onderzoek is iets heel interessants naar voren gekomen. Er is mogelijk sprake van twee daders. Twee daders die voor de buit gingen en dan te weten dat de oude man maar weinig geld op zak had. Dat maakt deze beroving nog triester. Die dit gedaan heeft, dat is geen mens. Dat is een beest. Dat doet een mens niet zo op die manier, op je gezicht. Op de betonnen platen te slaan. Dit zijn bewakingsbeelden gemaakt in de omgeving van de Sint-Petruskerk en de Kloosterdreef in Eindhoven. Eerst loopt de heer Flemmings door het beeld. Hij is vlak voor de beroving op weg naar het graf van zijn vrouw. En dan, eigenlijk niet helemaal goed te zien, de dader die vlak achter hem aanloopt. Dan zitten er enkele minuten tussen als ineens de dader weer verschijnt. Hij heeft seconden hiervoor de oude man aangevallen en met zijn gezicht tegen de tegels geslagen. Ook al zijn de beelden niet duidelijk, toch de vraag: heeft u een vermoeden wie dit kan zijn? Laat het dan weten. Er heeft ook iemand anoniem gereageerd met interessante informatie. En aan die persoon doen we de dringende oproep om toch vooral nog een keer contact met ons op te nemen. Maar dan via het Team Nationale Criminele Inlichtingen op 079 345 8999. En daar gaan we vertrouwelijk met uw informatie om. Het is echt heel belangrijk dat u belt. Maak het verschil. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die ook maar iets weet of maar het kleinste vermoeden heeft. De politie is op zoek naar twee daders, waarvan er één op de bewakingsbeelden te zien is. Het nummer van de tiplijn is 0800 60 70.